Dit zijn Michael en Tessa, eigenaren van Wijnhuis de Blauwe Kamer. Een uniek restaurant op een kloosterdomein in een oude boerderij. Met hun eigen moestuin en de één na grootste wijngaard van Nederland koken ze uitsluitend seizoensgebonden en schenken ze hun eigen wijnen. Met Horeca School bij Young Talent kun je leren van Michael en Tessa. In deze aflevering, hoe pak je meer marge op je wijnen? Naast een mooie wijnkaart wil je er commercieel gezien natuurlijk ook verstandig mee omgaan. Wat wij bij Wijnhuis de Blauwe Kamer doen, is de hoogste marge op onze schenkwijnen hanteren. Zoals bijvoorbeeld de huiswijn. Want op de schenkwijnen verdien je immers het meeste. Het is verstandig om met een vermenigvuldigingsfactor te werken. Zelf hanteren wij een factor van 3,5, zodat we weten dat de bruto winstmarge ongeveer 70% is. Dit is een redelijk hoge factor, maar deze factor biedt ons andere mogelijkheden om wat duurdere wijnen tegen een betere prijs aan te bieden. Ga dus bij jezelf na hoeveel bruto winstmarge je wilt pakken op je product en bereken aan de hand daarvan je factor. Vergeet uiteraard tot slot niet de BTW mee te verrekenen in de verkoopprijs. Hoe duurder de wijn inkoop kost, hoe minder je er uiteindelijk op zal verdienen. Anders wordt de wijn immers onbetaalbaar. Denk dus goed na hoeveel kosten je minimaal maakt en verreken deze bovenop de inkoopprijs. Hanteer in dit geval dus geen vermenigvuldigingsfactor. Om een voorbeeld te geven, wij hanteren minimaal een bedrag van 20 euro bovenop de inkoopprijs. Daarin heb je dus een speling van ongeveer 5 tot 10 euro om daar nog extra bovenop te doen om uiteindelijk tot winst te komen. De keuze ligt dus volledig bij jezelf om te bepalen hoeveel je wilt verdienen op de wat duurdere wijnen. Zelf willen wij graag bijzondere wijnen voor een mooie prijs aanbieden. Nog een goede manier om een goede marge op je wijn te pakken is uit te gaan van 5 glazen per fles in plaats van 6. Dit biedt namelijk de mogelijkheid om een rijk gevuld glas aan te bieden in plaats van 6 wat kleinere glaasjes. Door open en eerlijk hierover te zijn, stimuleert dit de wijnverkoop per glas. Denk tot slot aan een complete wijnbeleving door goed en kundig glaswerk. Vertel juist ook het verhaal waarom dit glaswerk erbij hoort. Met een eenmalige investering kun je zo continu extra waarde toevoegen aan je glas wijn of aan de fles.